'Sochtends vroeg, als de supermarkt net open gaat, staan al veel mensen in het Verenigd Koninkrijk te dringen om naar binnen te gaan. Allemaal willen ze een flesje van dit drankje kopen. Prime. Het drankje is zo populair omdat het bedacht is door twee bekende YouTubers, KSI en Logan Paul. We have a project we want to tell you about. We have created our own drink company. Yes! Begin dit jaar brachten ze het drankje uit. En sindsdien maken ze er heel veel reclame voor in hun YouTube-video's. Get your free prime sample! Zo sprongen ze uit een vliegtuig terwijl ze het drankje drinken. En werkten ze samen met voetbalclub Arsenal. Sindsdien is het drankje mega populair in Amerika en Engeland, waar je het kan kopen. Maar nog niet veel winkels hebben het. En als het drankje er al is, is het heel snel uitverkocht. Sinds deze week was het ook te koop in de supermarkt Aldi in het Verenigd Koninkrijk. En dus stormden mensen naar de winkel. Maar niet iedereen had geluk. Decided to try it for the first time ever. Sorry, excuse me. My bad if I'm disturbing you. We don't have any of the prime left, sorry. Damn. En sommige mensen halen ook grappen uit bij hun vrienden die het drankje wel heel graag willen proberen. You're fine. Well, I can only get one. That isn't fucking prime. It is. No, it isn't. Well, it's like it, isn't it? What do you mean it's like it? No, it isn't. Oh my god, there's one bottle left. Oh my god. Give me that. Don't ever try and steal off me, you kid. Get away, kid. Back off.